Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zal op meerdere bustrajecten controles uitvoeren. OV is op de route Hannaslust een onderzoek gestart naar het rijgedrag van de buschauffeurs. Deze blijken de trajecten niet uit te rijden of er wordt helemaal niet gereden, zegt de waarnemend onderdirecteur transport Clifton Amoyda. Het vermoeden bestaat dat dit ook op andere trajecten gebeurt. Te zijn dus dat uh, die bussen niet uh, optimaal rijden, die bussen rijden hun trajecten niet uit en uh, dat komt gewoon doordat, uh, als die bussen zeg maar het project binnenrijden, dan beginnen ze mensen op te halen die de andere kant op moeten. Ja, het is logisch, dus dat die bus gewoon halverwege al vol is. Wat doen die mannen? Die draaien dan gewoon halverwege, terwijl er dan mensen helemaal achterin op het nieuwe project nog staan te wachten en die mensen moeten dan kilometers uh, ver lopen om helemaal voorin te komen om die bussen te halen of zelfs helemaal aan de Indraganduwe. Om een PL te halen. En dat is eigenlijk uh, niet verantwoord. Het is, uh, we kunnen niet als overheid um, kunnen wij dat niet toestaan, want wij zijn verantwoordelijk voor het uh, voorzien van de gemeenschap van goed um, um, ja, betrouwbaar, um, veilig, uh, openbaar vervoer. en Dus vandaar dat we hebben gemeen van hey, dit kan zo niet verder, we moeten gewoon ingrijpen. Uh, we hebben nu ook extra controleurs, nieuwe controleurs aangetrokken, waardoor ons uh, um, eigenlijk, uh, systeem beter bemand is. Um, en op uh, zekere mate um, de controles kunnen, kunnen verscherpen. De controle op de buschauffeurs gaat niet van een leien dakje, zegt Amoida. Maar hij is niet van plan terug te krabbelen. Natuurlijk was er weerstand vanuit de, de buschauffeurs: van ja, dat ding werkt niet. Um, we verliezen passagiers. Um, er, was, er waren ook klachten van uh, uh, de, de, de passagiers van ja, die bussen blijven te lang um, in het uh, project achterin. Maar het is een stukje, um, eigenlijk hervoeding van de buschauffeurs en ook de passagiers om te wennen aan een stukje orde. Want uh, wat ik zelf heb gezien is, uh, en dat gebeurt ook uh, in alle, alle trajecten hoor. mensen staan voor hun huis, ze steken hun hand op en die bus stopt. En dat gaat dan ook een, stuk, uh, aan een stukje betrouwbaarheid, uh, zoals uh, zeg maar de reisduur van uh, zo'n zo rit. Um, ja en om een oplossing hier aan te brengen is dat we gezamenlijk uh, het gaan moeten doen. De passagiers, uh, de overheid, en de vergunninghouders, uh, de buschauffeurs. Het, is, het gaat een goede samenwerking moeten zijn om um, eigenlijk dit probleem uh, op te lossen. De transitie van Hanaslus betekent het niet dat er nog meer bussen op dat traject gezet moeten worden? Er zijn juist al te veel bussen. We hebben op het uh, traject Hanaslus, um, ja misschien moet ik niet zeggen te veel bussen, maar we hebben naar mijn mening genoeg bussen om het traject optimaal te kunnen onder onderhouden. We hebben op dit moment 24 uh, uh, vergunninghouders. Um, wat we hebben geconstateerd is dat van die drie dagen en ook daarvoor um, waren er uh, steeksproefgewijs uh, controles. En we hebben gemerkt dat er uh, slechts een groep van 14 tot 16 uh, bussen maar rijden. Dat was waarnemend onder directeur transport Clifton Amoida. Hij sprak over de controle van buschauffeurs op verschillende routes.